In woonzorgcentra als deze hebben wij vaak bewoners met enorme zorgvragen. Dit is natuurlijk omdat wij hier op de beschermde afdeling zitten. Wij hebben hier mensen met dementie. We zijn ingestapt in het project Wonder omdat we wilden kijken welke invloed en welke meerwaarde de zorgrobot Sora zou kunnen hebben op onze bewoners. Dankzij het Wonder-project hebben we kunnen aantonen dat Sora ook de 24/7 kan ingezet worden op een zeer interactieve en persoonlijke manier. Als klein voorbeeld, je hebt Sora die in de gang rondloopt en die een dwalende ouder tegenkomt. Die herkent haar en kan aan de hand van zijn database een liedje uit het verleden van die persoon gaan oproepen en haar zo op haar gemak gaan stellen. Sensordata bepaalt eigenlijk wanneer dat Sora een instructie krijgt om te kunnen handelen. Om onze ouderen natuurlijk niet onnodig vol elektronica te gaan hangen om sensordata te verkrijgen, heeft Xietal, een partner in het Wonderproject, een sensor ontwikkeld die in de kamers kan geplaatst worden en dit om locatie- en gedragbepalingen te kunnen gaan doen van onze ouderen. De betrokkenheid van twee woonzorgcentra uit het Gentse was een heel grote meerwaarde voor ons project. Dit was een unieke kans om technologie niet te testen in een labo-omgeving, maar in een dagelijkse realiteit. En op die manier konden alle partners hun producten stapsgewijs gaan verbeteren doorheen het project en heel toegepast op de noden van de bewoners en van de zorgkundigen. Het doel van ons onderzoek was enerzijds zorgen dat de robot zich autonoom kan bewegen in deze heel onvoorspelbare omgeving die een woonzorgcentrum is. Een tweede aspect was hoe kunnen die robots op de juiste manier, op een individuele manier, in interactie gaan met die bewoners. De ene bewoner is hardhorig, dus dan moeten we het volume een beetje hoger plaatsen. Een andere bewoner is misschien meer geïnteresseerd in een anekdote over het koningshuis. Door rekening te houden met die bewoners en door op het juiste moment de interacties van de robot te plannen, kunnen we een echt platform aanbieden die een goede ondersteuning biedt, een aanvulling biedt voor de zorgkundigen. We hebben geleerd uit het project Wonder en het plaatsen van de sensoren dat bepaalde gedragspatronen bij bewoners ontdekt kunnen worden. We hebben ook geleerd dat het inzetten van Sora op een gepersonaliseerde wijze bepaalde bewoners tot rust kan brengen. Het Wonderproject, het ICON-project, is voor alle leden van het consortium een leerrijke ervaring geweest. Als je dan kijkt naar de industriële partners, de mensen van Sora, wij zelf dus, en de mensen van Xietal, dan hebben wij die leerrijke ervaringen al een klein beetje kunnen omzetten naar verbeteringen naar ons product. En we kijken uit naar de toekomst, waar we misschien wel dit kunnen gaan inzetten in andere sectoren.